Paul, zo'n wedstrijd controleren en domineren, zou ik zeggen. In het eerste, tweede en derde kwart en dan ook afgeven. 8 seconden voor tijd. Wel ja, dat doet pijn. Dat we die focus geen 40 minuten hebben gehouden. Ik denk dat bepaalde spelers dachten dat we er al waren. En dat is heel spijtig zo. Als je ziet wat we de vorige wedstrijden gedaan hebben en nu 3 kwart doen. En dan op laatste gegeven moment geven we nu 6 op 8 3-punters het laatste kwart. En ik had hun ook gezegd van als zij terugkomen zal het met 3-punters zijn. En daar hebben we ook veel te veel gegeven. Ja, maar tot de 35e minuut stond het 68-74. Was er geen vuiltje aan de lucht? Maar geen vuiltje. Als je 16 punten voorstaat, je voelt dat die ploeg in de wedstrijd aan het sluipen is. En dat wij uit de wedstrijd aan het gaan zijn. Ik denk dat vandaag moet er een realist in zijn. En ik durf dat hardop zeggen dat Niel Luik gewonnen heeft, maar wij verloren hebben. Ligt het dan in defense? Voor een stuk. Te gemakkelijke shots gegeven. Iedereen kent Pita. Als je die dan laat openstaan en het is door die 3 punten dat ze in de wedstrijd komen. Wij missen dan een paar gemakkelijke baskets, denk ik. En we hebben te veel balverliezen op de cruciale moment. Dus dat bij elkaar. En dan ook de kans vergelijk te spelen en dan terug een lay-up missen.